Welkom bij Festival TV. Vandaag werpen wij een blik op de set bij Brief voor de Koning. Kinderen maken kennis met de verschillende disciplines van het filmmaken onder toeziend oog van hoofdrolspeler Yannick van der Velde en regisseur Pieter Verhoef. Nou, in alle eerlijkheid heb ik ze geprobeerd om een beetje uit te leggen wat het inhoudt, casten. En dat zelfs voor je een scène mag doen, je je ook altijd eventjes moet voorstellen op camera. En omdat ik het toch het leukste vind dat iedereen aan bod komt, dat iedereen wat doet, ben ik daarmee bezig geweest. Het gaat, hè? We hebben je met geweld de vloer op moeten trekken. En voor de camera, dat zie je niet. Goede voorbereiding is sowieso een hele belangrijke tip. Zorg dat je goed voorbereid bent. Zorg dat je weet wat je wil gaan zeggen, dat je weet wat je wil gaan doen. Maar het allerbelangrijkste is wel, zorg dat je het leuk hebt. Want als je het leuk hebt, ben je een feest om naar te kijken. En als je ontzettend je best aan het doen bent, dan alweer een stuk minder. Kijk maar naar jezelf, als je over jezelf nadenkt, dan... Wat namelijk het leuke is van acteren, is je hoeft jezelf niet te zijn. Je mag iemand anders spelen. Ik heb twee keer bij de groep scenario-schrijven gezeten, waar een jonge filmmaker dingen uitlegt. En dan hoor ik hem zeggen van ja, het personage en het conflict en het doel. Maar dat moet je meteen uitleggen. Wat is een personage? Nou, dat is de figuur die iets speelt. En dat hij wat wil. En dan leg ik ze uit dat het bij elke scène eigenlijk het geval is. In elke scène heeft elke acteur of personage heeft een doel. En die heeft altijd een tegenstrever. Of het is een beer of een grote rotsblok op de weg. En dan moet hij proberen zijn oplossing te vinden. De burgemeester wacht blijkbaar dat ze daar gaan komen. Hoe weet je dat? Hij heeft poortwachters bevel gegeven dat elke jongen tussen de 14 en de 18 jaar de poort binnenkwam bij hem, die poort binnenkwam bij hem gebracht zou worden. Ik moet hem nu bevrijden. Yes, dan kan je nu beter gaan. Hier lopen absoluut de nieuwe Carice van Houten en de nieuwe Frank Lammers tussen, ja. Ik zie Reinier ook knikken. Ja, nee, ik heb hem ook al gezien. Het was net een hele leuke scène waarbij iemand werd neergestoken. En dat ging echt heel goed, dat was heel leuk om te zien. Dus toekomstige Oscar-winners, hè? Ja, die ja, hier. Ja, ja. Hebben jullie het idee dat jullie ze nog wat hebben kunnen leren? Of, ik hoop dat we ze wel iets hebben kunnen bijbrengen, ja. Maar de meesten zijn best wel heel erg, zeg maar, degene die dan echt zelf willen spelen. Die zijn ook hartstikke enthousiast en komen allemaal met eigen ideeën en zo. Dus, ik vind het wel echt leuk dat je...